Ga je meer scoren in Nederland dan in België? Ja. Björn Vlemings, welkom. Dank u. Je gaat meer scoren in Nederland dan in België, zei je net. Leg eens uit waarom. Wat is het grote verschil dan? Ik denk dat ze in Nederland meer aanvallend voetbal spelen. En dat ze daar ook veel mee met twee of drie of zelfs met vier mensen in de 16 meter voor de goal komen. En ja, we spelen met twee flankspelers die de ballen moeten brengen voor mij. Dus dat was in Mechelen ook iets minder, omdat we daar met één of met twee spitsen spelen. Dus. En het niveau van verdedigen, want dat wordt wel eens gezegd, hè? Ze verdedigen lakser in Nederland. Ze verdedigen lakser tot bepaalde hoogte. Hè. Dat je rond de 16 meter komt, dan schop je ze ook omhoog. Dat moet. Dus, blijft toch voetbal? Het blijft voetbal, zeker. Maar dat je dan afzakt in bepaalde ruimtes, gaan de verdedigers doordekken tot een bepaalde hoogte. Dus dat je de andere knie hebt, dan kom je iets meer vrij dan. Je hebt twee keer gescoord tegen Heerenveen vorige vrijdag. Die doelpunten hebben we met een rechte kwestie en zo. Het is een beetje moeilijk om die te laten zien. Leg ze eens uit, heel kort. Ja, de eerste was een bal van op rechts, een voorzet. En ja, ik zet een stapje achteruit. Ik kom vrij en ik op hem binnen aan de tweede paal. Echt in het pak wel, hè? Ik denk dat er tien spelers op een kluitje stonden. Ja. Ja, inderdaad. En dan de tweede was een diepe bal. En Lasse Schöne komt alleen voor de keeper en geeft hem heel mooi breed dat ik hem gewoon moet binnenduwen. Dus ja, dat is collectief voetbal. Ja, zeer altruïstisch. Zelden gezien, moet ik zeggen. Zelden gezien, inderdaad. Ja. Als je 3-0 voorstaat, dan is het wel eens logisch dat je de bal zelf trapt. Maar ging voor het ploegbelang en dat siert de jongen wel. Dus je ligt goed in de groep, Björn? Ik lig goed in de groep. Ja, echt? Ik doe mijn best. Ja. Ik ben naartoe gekomen, ze hebben mij goed ontvangen. En ik ben mijn eigen gebleven. Ik ben ook niet op mijn mond gevallen, dus ik zal me snel proberen te integreren. En dat is goed gelukt. Ja. Op de eerste training bij NEC Nijmegen, want dat is je nieuwe club, moeten we misschien nog even zeggen voor wie het echt niet volgt. Daar waren meteen supporters van Mechelen aanwezig, geloof ik. Hè. Hoeveel waren het er? Er waren er twee aanwezig toen. Er waren van de Catholics van KV Mechelen, die wouden komen kijken. En, dan, ja, dat, en vond je dat tof? Ik vond dat tof. Ik bedoel, dat is teken dat ze me toch blijven volgen. En nu tegen Heerenveen was Olivier Renard er ook nog. En dan nog... Ik denk in totaal nog een twintigtal supporters, dus dat is aangenaam. Ja. Maar bij die eerste training, dat zet je natuurlijk ook meteen bij je ploegmaats. Hè? Want ja, ik stel me dan ook voor dat die mannen roepen als je een bal raakt op training. Of waren ze kalm? Ze waren redelijk kalm en er was ook redelijk veel volk. Ik denk dat er toch een kleine 1000 man aanwezig was. Ze vielen niet op. Ja. Ze vielen niet echt op, alhoewel ze hadden de kleuren van Mechelen aan, dus dat zijn heel andere kleuren. Ja. Je ex-coach Peter Maas, dat was een van de vragen waar je op paste. Je mist hem. Je hebt nog contact met hem, neem ik ook aan. Ja. Maar af en toe is het misschien ook een verademing, want hij heeft 3 jaar lang echt op je kap gezeten om je beter te maken. Voilà, hij heeft 3 jaar op mijn kap gezeten en ik heb er 3 jaar haat-liefde relatie mee gehad. En ik denk dat hij mij gewoon geen enkel moment heeft losgelaten. En soms was ik recht kwaad op, maar uiteindelijk, als ik tot bezinning was gekomen, wist ik wel dat het voor mijn eigen goed toe. En ik ben in Mechelen gekomen in tweede klas. Waar niemand verwacht dat ik ging spelen in tweede klasse. En uiteindelijk heb ik daar 16 keer in de competitie en 4 in de eindronde gescoord. En ben ik toch gelanceerd door Peter Maas. Ja, jullie bellen nog, hè? We bellen nog met elkaar. Ik heb hem ook na deze wedstrijd een berichtje gestuurd met proficiat te wensen. Want ik vind dat Mechelen heel goed draait. En dat heeft ook, is ook aan hem te danken, denk ik. Ja. Renard die komt, is dat... Ja, jullie zijn boezemvrienden, denk ik dan. Want ja, het kan... 168 kilometer van Mechelen naar Nijmegen. Ja, zoiets. Ja. Dat komt erop neer. Ja. Ik bedoel, we hebben elkaar ook leren kennen op stage. En we sliepen dan ook bijna altijd bij elkaar. Dus dan ken je elkaar nog net iets beter. Maar dan, ik zeg het... op voetbalveld heb je wel vrienden, maar echte vrienden... Van ex-ploeg hoor je nooit niet veel spelers meer, maar hem zal ik ook altijd blijven horen. En als hem dan komt zien op het moment dat hem kan, dat doet wel iets. Is je wilskracht groter dan je talent? Dat is een vraag die je eigenlijk, denk ik, je hele carrière achtervolgt. Daar paste je ook op. Je zei wel dat je je lang onderschat hebt gevoeld. Die twee vragen hangen eigenlijk samen, denk ik. Ja, die hangen samen, maar ik ben altijd onderschat geweest door heel België, denk ik. Ik was 17 jaar dat ik afgeschreven was bij Beveren. Dan moest ik naar Oostende gaan. Dat was ook van, in tweede klasse zal het misschien wel net aankunnen. Had ik niet echt een heel goed seizoen, maar we hadden ook niet echt de kwaliteit in die ploeg om aan de top te spelen. Maar voel je dat nu nog? Oké, je hebt daarna je weg afgelegd, maar voel je het nu nog dat mensen denken, ook in Nederland, voel je dat? Ja, ik... Je ziet er bonkig uit. Je hebt niet de flair en de techniek die een jonge Nederlander misschien heeft. Nee, misschien niet, maar uiteindelijk, de meeste mensen zijn toch aangenaam verrast na 2 wedstrijden. Ze zeggen tegen mij van, je inzet is onvoorwaardelijk, je gaat er altijd 200% voor, maar je kan ook nog harder voetballen. Dus het doet wel plezier dat de mensen dat zeggen. En is wilskracht misschien ook een talent?
Voilà. Dat is zeker zo goed. Talent, leren voetballen kan je, maar als je inzet niet in je hebt, dan kun je dat ook niet krijgen, denk ik. Ja. Hoe hoog kan NEC eindigen? Is dat eigenlijk in de Nederlandse competitie wat Mechelen in de Belgische competitie is? Ik denk, je moet trouwens NEC zeggen. Het is NEC. NEC-NAC. Heb ik als kind meegekregen. Maar in Nederland is NEC een belediging, want NEC zit hier. En NEC zit in het hart, zeggen ze dan daar. Okay, dus als NEC-speler mag je dat niet zeggen. Maar hoe hoog kunnen ze eindigen? Ik denk dat we toch een goede voetballende ploeg hebben, waar ook karakter in zit. Dus ik denk dat we toch een mooi seizoen tegemoet gaan. En de ambitie is het Europees voetbal behalen. Je stond heel hoog op het lijstje van Racing Genk-coach Hein van Hazenbroek. Heel hoog. Ik denk samen met Berrier 1 en 2. Jullie zijn allebei niet gegaan. Heb jij echt contact gehad met Genk? Ik heb geen contact gehad. Ik weet niet dat mijn makelaar contact heeft gehad. Maar normaal moet je dat toch weten, denk ik. Ik heb er niks van gehoord. Dus ik veronderstel dat NEC de enige club is dat echt een bod heeft gedaan. En uiteindelijk is dat ook de club dat ik naartoe ben gegaan. Dus. 1,8 miljoen, Björn. Weegt dat? Ja, weet je, er is altijd druk. Hè. Ik bedoel, als ik in Mechelen was gebleven, dan moest ik ook presteren. Want dan moet je beter doen dan het jaar ervoor. Dus dan is er ook druk. En nu, of ben je er gewoon fier op, 1,8 miljoen? Ja, voor de jongen die was afgeschreven bij voilà, uiteindelijk, ik vind dat ik toch al fier op mijn eigen mag zijn. Maar ik moet gewoon blijven werken, mijn voet op de grond houden. En ik hoop gewoon die 1,8 miljoen meer als waar te zijn. En ik moet gewoon een heel seizoen werken en proberen rendement te halen. En nu de nationale ploeg als toetje in Tsjechië. Is alles meegenomen? Is dat nu echt waar? Als je 1 minuut start, ben je dan al blij? Of? Als ik mocht invallen, zou ik blij zijn, maar ik ben nu al blij. Ik bedoel, ik kan ervaring opdoen. Ik kan met toch de beste jongens van België meetrainen. En dat is voor ervaring op te doen. Ik ga er niet vanuit dat ik ga spelen, maar als de trainer mij opstelt of mij inbrengt, dan zal ik er 100% klaar voor zijn. Eén naam, naast wie wil je op de kamer liggen? Maakt niet uit. Die ken ik niet, maar oké. Dankjewel. Bedankt.